sta je dan in de woestijn en weet niet wat je kan verwachten. Gewoon echt helemaal niks hier. Het is ongelooflijk. Ik vind het wel cool. Het herinnert me een beetje aan de zee, deze woestijn eigenlijk. Gewoon echt niks. Ik denk zeker dat het een hele uitdaging gaat worden. Want ik merk al dat die hitte, dat is niet echt mijn ding. Waar ben ik aan begonnen? Niets. Helemaal niets. De hitte. De hitte is de grootste vijand. Ja, ik ben in beeld, maar voor de rest is er echt niks wat af kan leiden. Ik loop hier midden in de woestijn. En ik heb het heet. Heel heet. Nu al. Dat is slecht nieuws, want het kan hier nog veel heter worden. Het kan hier oplopen tot zo'n graad of 50. En op dit moment staan er hier ook in deze woestijn 6 mensen te wachten tot hun grote avontuur gaat beginnen. We beginnen hier. En vanuit hier reizen we naar het Atlasgebergte. En het Atlasgebergte is de hoogste bergketen van Noord-Afrika. En vanuit dat punt reizen een aantal deelnemers door naar Marrakesh. Maar ja, dat is pas met de finale. Dan kan ik nou wel mogen fantaseren over dat zwoele Marrakesh. Maar eerst moeten we nog maar zorgen dat we deze gortdroge woestijn uitkomen. Pff. Het is trouwens wel prachtig hier. Atlas, een slopende tocht dwars door Marokko. Een land met vele gezichten en rijke tradities. Van brandende woestijnen, grillige bergketens tot eeuwenoude steden. Dit is het decor waar 12 bekende Nederlanders onder extreme omstandigheden doorheen zullen reizen. Een historische tocht van het diepe zuiden naar het mysterieuze Marrakesh. Waarin de kandidaten vechten tegen elkaar, zichzelf en de elementen. Elke aflevering spelen de teams een spel waarbij de winnaar kostbare informatie verdient over de vervolgroute. Elke week wordt er een deel van de reis afgelegd. Te voet. Even serieus, ik word echt scheidsziek van iedereen. Per kameel. Daar moet je die kameel op schieten. Kut, help! En te paard. Het gaat erom dat ze dat zo slim en zo snel mogelijk doen. Want de winnaar krijgt een stukje van de plattegrond van Marrakesh. En hoe meer kaarten je hebt, hoe dichter je bij de laatste bestemming van Atlas komt. Ze beginnen de reis met z'n zessen. Maar steeds zullen er onverwacht deelnemers toegevoegd worden. Totdat we compleet zijn. De reis voert vanuit de zinderend hete Sahara over het machtige Atlasgebergte tot aan het sprookjesachtige Marrakesh. Ze reizen in het spoor van de oude handelsroute die begint in Timbuktu. En vanuit daar kwamen de karavaans aan in Marokko om de Atlas over te gaan en uit te komen in Marrakesh. Wie vindt als eerste de geheime finale plaats? Wie wint Atlas? Begin met de eerste 6 deelnemers die in de desolate woestijn staan te wachten op het begin van hun avontuur. Johnny Kraaikamp junior, acteur en onder andere bekend van de serie Het Zonnetje in Huis, heeft er zin in. Ik denk avontuur, onbekend en nu kan het nog over een paar jaar. Moet ik met de rollator, dan gaat het niet meer. Daryl, de coole rapper uit Amsterdam, moet nog een beetje wennen.
Een rapper heeft hier eigenlijk helemaal niks te zoeken in de woestijn. Ik ben wel echt een cityboy, om het zo maar te zeggen. Ik hou van de stad, dus het wordt wel echt even wennen voor mij. En Inge Ypenburg, actrice, ooit Martine Hafkamp in GTST, ziet in Atlas een nieuw buitenlandavontuur. Ik heb vrij veel gereisd. In Zimbabwe, Zambia, Malawi, Tanzania, Oeganda, Botswana, Namibië. Laura Dekker is wereldnieuws als zij als 15-jarige de wereld overzeilt. Nu is ze bijna 18 en klaar voor haar volgende reis. Ik zou heel graag van het naam Zeilmeisje af willen. Ja, heel veel mensen kennen me gewoon als het Zeilmeisje. Weten niet eens dat ik Laura heet. En dat is heel erg irritant. Iris Kroes won met haar harp de Voice of Holland. En nu is ze op zoek naar een nieuw avontuur. Ik vraag me ook wel eens af wat een meisje uit Friesland hier in de woestijn moet. Robert de Hoog, acteur, speelde de hoofdrol in Nova Zembla. En hij is gekomen voor maar één ding, winnen. Nou ja, ik ben heel fanatiek. Ik was vroeger al, toen ik klein was en ik ging Monopoly spelen met mijn familie en ik verloor, dan ging de tafel om en zo. Zo iemand ben ik. De deelnemers staan op een paar honderd meter afstand van elkaar. En achter elke kandidaat staat een kameel. De opdracht is om zo snel mogelijk naar het midden van de cirkel te rennen. Want degene die daar als eerste aankomt, die mag zijn team samenstellen. Maar voor ze kunnen vertrekken is er een klein probleem dat de aandacht verdient. Mijn benen zijn gebonden. Je zag ook dat een van die kamelen, zag ik, die is zo, ook zo gebonden. Dat doen ze om te gehoorzamen. Nou ja, je kan mijn beentjes bij elkaar binden, maar gehoorzamen doe ik natuurlijk nooit. Ik sta dus in een cirkel. En de rest staat ook ergens in die cirkel. Mijn voeten zijn vastgebonden en achter me staat een kameel. Ja, een man met een kameel. Ik denk, ja, die staat er niet voor niks. En ik denk dat ik een stuk of 500 meter, 600 meter voor mij zie ik een soort tentje waar ik naartoe moet rennen. Je kan naar de kameel gaan, waar de man staat, die je de touw los kan maken tussen je voeten. Of je moet proberen met de touw tussen je voeten te rennen. En wie als eerste bij de tent is, die wint. En die mag zijn team kiezen. Als je teruggaat, dan verlies je weer wat tijd. Maar als je voeten losgesneden zijn, kan je wel weer wat sneller rennen. Ze moeten dus een strategische keuze maken. Ik denk dat ik het touw door ga snijden. Als een pinguïn nu naar de 500 meter moet gaan rennen, dat gaat hem niet worden. De hit is wel heftig. Ik ben een ginger natuurlijk, dus ik ben natuurlijk altijd bezig met verbranden en zo. En nu moeten ze rennen, terwijl de temperatuur dik boven de 40 graden is. Wat gaan ze doen? Go! En ik kijk naast me en ik zie Daryl teruggaan naar de kameel. En ik dacht, ik ga terug. En iedereen kiest ervoor om terug te lopen naar de kameel en verder te gaan zonder touw. Ik hup erop af. Want ja, met de beentjes bij elkaar geknoopt had hem niet geworden. Dan kan je nog eerder op je rode paillettenpumps hier gaan lopen. Dan maak je nog meer kans. Nee, ik dacht, weg met dat ding. Hier nou! Ik vind het heel zwaar, omdat die tas van mij, die is gewoon super zwaar. En die hitte en die hete zon. Kom ik daar aan, blijkt het dat de kameel een beetje zoiets heeft van, hey, wat moet deze neger nou weer van mij? Want die begon een beetje te trekken nu aan de touw en die begon naar achter te gaan. Op een gegeven moment kreeg hij hem los. En ik draai me om en ik begin te planken als degene die als eerste aankomt, heeft een heel groot voordeel in het spel. Hij of zij mag zijn team namelijk samenstellen. Het is superbelangrijk dat je je eigen team kan samenstellen. Omdat je in die eerste dagen ga je een beetje kijken naar de mensen. En dan denk je toch van, nou, wie zijn de sterkste? Of wie zijn fysiek het sterkste, maar ook mentaal wel. Wie hebben wel die drive? Merci beaucoup. Cut me! Cut me loose! Nee, dit is waanzin.
Wij moeten hier als polderboys en girls moeten we in die bloedhitte met een backpack gaan lopen. Ja, waanzin. S'il vous plaît. Oké. Merci beaucoup. De mannen gaan gelijk op. Johnny, Daryl en Robert. Ze zijn bijna in het midden. Ik wist gewoon, ik ben gewoon de snelste van al die mensen. Dus ik rennen en ik kijk naast me. En ik zie opeens Daryl kotsen en zo. En hij gaat langzaam, dus ik denk van yes, ik heb hem. Daryl geeft op, terwijl Johnny en Robert nog full speed gaan voor die laatste paar meters. Kom, je bent er nog niet. Jalla. Yes! En Robert mag nu dus zijn eigen team gaan samenstellen. Ga even lekker zitten. Daryl, kom op, je bent er bijna. Ik kan me kort niet inhouden. Dus ja, dan word je verslagen, behalen. Toen zag ik Daryl en dacht, ja, die kan ik hebben. Dus ja, dat was het spannende. Oh. Johnny? Ja. Kom hier. Goed gedaan. Ja, en uiteindelijk word ik tweede. Ja. Hallo. Kijk. Toch de jeugd verslagen. Toeren deppen van 25 jaar en oude kerel, hè? Oude lul van 60 jaar. Dus eigenlijk mag het niet gebeuren. Hè? Hey Daryl. Ik ga kapot. Ja. Ik ben de jeugd. Kijk. Twee wereldoorlogen meegemaakt. Inderdaad, hij wint er niks mee, maar hij heeft wel laten zien dat hij zeker niet onderdoet voor de jonkies. Way van winning. Iris! De omstandigheden hier zijn me echt wel rauw op het dak gevallen, want ik wist wel dat het warm zou zijn, maar ook gewoon de droogte. Het zijn wel echt extreme omstandigheden. Gefeliciteerd, je bent binnen. Je bent er. Hoi. Zo. Hey Robert, je hebt gewonnen. Ja. Dat is belangrijk, want de winnaar mag zijn team gaan samenstellen. En met welk team je bent, nou ja, dat is natuurlijk van groot belang. Omdat jullie in principe doorgaan met dat team tot het einde. Kom maar even mee. We beginnen bij Laura. Ze is nog wel eens heel jong, maar ze heeft wel gewoon die survival en dat... Ze weet wat het is. Ze heeft de hele wereld in eentje rondgezeild. Ze heeft heel veel dingen over zich heen gehad. Ze is wel een sterke persoonlijkheid. Ze weet heel veel. Okay. Johnny? Johnny, de komiek. Als hij verstandig is, kiest hij voor mij. Maar ik denk dat hij voor het fysieke kiest. Okay, volgende, Inge. Ja, Inge is wel een beetje de moeder van de groep, denk ik. Mm-hmm. Die zegt ook al de hele tijd dat ze gaat koken voor iedereen. En die praat met iedereen Frans. En die is heel erg zo verhalen aan het vertellen van over wat ze heeft meegemaakt en zo. Hoe ga ik dit spel winnen? Ik hoop dat ik vaak veel mag koken. Daar kan ik misschien punten mee verdienen, ik weet het niet. Daryl, die komt toch ook van de straat. Die heeft veel dingen meegemaakt. Dus die is wel pittig of zo. Iris? Iris, ja, daar krijg je dus niet zoveel hoogte van. Superlief meisje uit Friesland. Maar ze is wel heel naïef. Vind ik een wereldvreemd, want ze is nog nooit buiten Europa geweest. Mm. Dus dan wordt het wel heftig voor haar, denk ik. Zullen we daarin gaan? Absoluut. Volgens mij heeft Robert zijn keuze gemaakt. Ja, ik heb zeker mijn keuze gemaakt. En ik kies het eerste voor Daryl. Omdat ik denk dat Daryl een bikkel is en dat je wel mentaal sterk bent om, om te overwinnen. Yes. Ga stoppen met roken, ja? Absoluut. En ik denk dat iedereen die gewonnen had, deze persoon had gekozen. Laura. Dan is dit team Robert. En dit team bestaat dus uit Robert, Laura en Daryl. En dat is een jong en fysiek heel sterk team. En wie gaat bij jullie de leider zijn? Inge. Inge is de leider, het is de natuurlijke leider. Ja. Inge, jij bent de leider. Nou. Team Robert, team Inge. En het andere team zal dus bestaan uit Inge, Johnny en Iris. Met een iets hogere gemiddelde leeftijd. Ja, het is, zij zijn fysiek in het voordeel. Ik bedoel, zij zijn met z'n drieën even oud als ik, bij wijze van spreken. Wij zijn absoluut het kanonnenvlees. Zeker hier in de woestijn. Goed. Dit zijn jullie atlassen.
Hierin ga je nu de komende tijd elke week een finale kaart bewaren. Ja? En die finale kaarten die zijn belangrijk, want die heb je nodig om de finale te kunnen winnen. Er zijn in totaal 9 van deze kaarten te winnen. En samen vormen die de plattegrond van Marrakesh, waar de finale van Atlas uiteindelijk gespeeld zal worden. Dus hoe meer je er hebt, hoe groter de kans op de overwinning. Ja, die familie die zit hier lekker te chillen achter ons in hun tent. Die zijn het gewend. Jullie niet, denk ik. Jullie gaan wel vanavond in een tent slapen. Ik ben geen kampeerder. Mijn ouders hadden niet zo goed huwelijk, maar het opzetten van de caravan, zo'n klapcaravan, daar is het eigenlijk misgegaan in het huwelijk. Daar ligt een pakketje en daar ligt een pakketje. Die gaan zo meteen je eigen tent opzetten en wie dat het snelste doet, let goed op, die heeft morgen een groot voordeel in de race die jullie gaan spelen. Want dan zullen de teams de eerste etappe afleggen op hun reis naar Marrakesh. Er is op deze route een zijweg waar een strategische beloning wacht. Maar wat dat is, dat zal alleen bekend worden bij het team dat als eerste zijn tent heeft opgezet. Right. Oké, okay. Team Robert naar rechts, team Inge naar links. Oké, okay, jongens. Good luck. Succes. Ik heb niet gekampeerd in mijn leven. Ik denk dat als een van mijn chickies me zou uitnodigen om te gaan kamperen, dat ik ze lekker zelf zou laten gaan met een neef of een broer. Maar Daryl's chickies zijn nergens te bekennen. Wel survival-expert Laura. Qua kamperen ben ik volgens mij wel het meest ervaren. Nee, dat deel moet er doorheen. Ik kan wel merken dat ze dat echt niet gewend zijn. Ja, maar dat is de buitenkant, hè? Af en toe denk ik wel van ja, ze zijn wel heel erg aan het stuntelen. Mag wel even wat rustiger. Inge lijkt goed op weg. Zou dat door al haar reiservaring komen? Ik heb mezelf door de jaren heen erg verwend met een aantal hele mooie reizen, met een aantal hele mooie trips. Waar je niet anders kan dan je eigen tentje opzetten. En dat kan ik hartstikke goed. Kijk, hier heb je een... Hier is denk ik het hoogste. Ja, dit moet ons lukken, want dat andere team lijkt misschien wel sterker. Maar wij zijn vast wat slimmer om even de palen en alles meteen, alles goed, dat alles goed georganiseerd is. Wacht even jongens, ik zit hier met een logistiek probleem. Paal. Eerst die achterkanten vastzetten, daarna het vierkante ding erin. Dan gaan we nu meteen haringen de grond inslaan. Oké, dan moet er misschien iets meer... Oké, dan moet je die zijkanten naar buiten trekken. Ik heb geen idee hoe ik een tent moet opzetten. En daarom ben ik heel blij met Laura, want die weet dat soort dingen wel. Onze tactiek voor de tent opzetten is voornamelijk luisteren naar Laura. We moeten vier hoeken kiezen. Maar moeten deze dingen niet in de grond? Nee, hè? De touwen moeten in de grond. Jongens, kom op. Tijd. Kijk af en toe naar de buren en het lijkt erop alsof die tent bijna overeind staat. Hoe doen ze dat? Hier hebben we een touw. Eigenlijk lijkt het wel alsof onze tent toch of er wel een soort tentvorm in aan ontstaan is. Jongens, ik denk dat we hem verkeerd om hebben. Oké, laat maar. Stop. Stop maar, we hebben hem verkeerd om. Het touw zit aan de binnenkant. Behalve dat we de tent binnenstebuiten opzetten. Laten we eens even aan deze touwen gaan trekken, Iris. Ik hoopte dat Inge de 7 Bedouinententen al in elkaar had gezet. Dat idee krijg je omdat je zo alles zo goed weet. Dan denk je, nou, Inge weet het wel. Geen idee wat hiermee moet. Nou, maar vast, want anders laat het hier weer om. Ja, liefje, maar we staan hier een beetje voor Joker de boel vast te houden. Bij ons wordt het steeds wanhopiger. En dan begint het ook nog heftig te waaien. Maar voor Laura, met al haar zeilervaring, is dat gelukkig geen enkel probleem. Grote tent in dat zeil is natuurlijk wel een beetje vergelijkbaar met een zeil op de boot die je omhoog moet jassen of naar beneden moet halen. Alle zijkanten nu goed zetten, man. Kom, Johnny. Stop met die wind. Het team van Robert ligt op koers, maar team Inge moet alle zeilen bijzetten. En toen ging ik die paal vasthouden en die paal ging de hele tijd ook zo een beetje heen en weer. Dus ik denk, Iris, blijf staan. Oh. Is goed. Niks loopt. En dan wordt Iris ook nog eens niet lekker. Ik moet even wat water drinken, hoor. Ja, pak water. Ga meteen water pakken. Neem voor ons ook even water mee, Iris. God. Ik zit tril helemaal. Ja, liefje, maar dat is, voor hetzelfde heb je een zonnesteek of ben je bevangen door de warmte? Toch baal ik wel voor mezelf. Want ik denk wel, jij zit wel in het team en je weet meteen, oh, er is weer iemand die zich niet lekker voelt. Oh, dat is Iris. Oh, zielig. En dat wil ik niet zijn.
Iris heeft niet alleen last van de zon, maar ze voelt zich ook rot dat ze het nu voor de rest van haar team verpest. Iris is dat op dat moment bevangen door de hitte en voelt zich daar heel naar bij, los van het feit dat ze zich fysiek heel naar voelt, stelt ze zichzelf ook heel erg teleur. En dat is een zware klap. En die klap die is nog groter als blijkt dat team Robert zijn tent al lang heeft staan. En uiteindelijk keek ik naar links en toen zag ik dat zijn tent nog op de grond lag. Dus toen wist ik al van, nou, we hebben gewonnen. Hij staat! Woe! Die van jullie niet, die ligt. Jongens, desondanks ben ik trots op ons team. Kom op. Ik moet alleen even zorgen dat de paard binnenkomt. Maar het kan dus wel. Ja, het kan wel. Dus, maar je hebt ook heel veel fysieke kracht nodig. De toon qua teams is alweer gezet. Ja, dat is ook duidelijk. Inge, je hebt mensen die zijn goed in tenten en mensen die zijn slecht in tenten. En ik val in ieder geval in de laatste categorie. En jullie helaas ook vandaag. Ja. Jullie gelukkig niet. En daarmee hebben jullie gewonnen. Yeah. 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 Lekker hoor. En hebben jullie een belangrijk voordeel verdiend morgen in de race. Super fijn begin. Als je twee keer wint, dan het is gewoon mentaal heel fijn. We hebben nu het voordeel en we gaan gewoon die eerste landkaart pakken. Team Robert heeft morgen op de eerste etappe dus een groot strategisch voordeel. En intussen helpen de Bedouinen om het kamp klaar te maken voor de nacht. Inge heeft overal verstand van, in principe. Wandelende Engelse krokodil. Maar het gaat natuurlijk om de praktijk, uiteindelijk. Maar nogmaals, de eerste gedachte was het geen gekke gedachte. Ja, wat hebben ze daar? Dat ding staat gewoon binnen 4 minuten hebben ze die hele tent op. Nou, oké, maar als je weet hoe het moet. Dat helpt heel erg. Hij staat wel nog steeds, hè? Hij staat nog steeds. Ze hebben nou het gaskomfortje binnengezet. Nou, in de tent te gaan kokkerellen vind ik ook een beetje riskant. Nee, maar je moet het wel uit de wind, anders gaat hij steeds uit. Ja, maar kunnen we dan niet beter een plek gewoon uit de wind vinden? Ja, zoek jij even een plek uit de wind, Inge. Veel plezier. En na deze afmattende eerste dag is het nog niet over. Want de hele reis zullen de teams zelf voor hun eten moeten zorgen. En dat doen ze nu nog gemoedelijk samen. Maar of dat zo blijft? Inge probeert zich met haar kookkunsten onmisbaar te maken voor de groep. Ik heb hem al geschraapt. Hartstikke goed. Heel goed geschraapt. Heb je fucking wel iets gedaan? Ja, jij bent de kok, jij bent de chef-kok. Ik vind koken lekker. Het is lekker, zeker als je gefrustreerd bent. Dan is het lekker om met voedsel bezig te zijn. Wat moet ik nog meer snijden? Aardappelen? Of... Inge is mama Inge geworden nu. Inge die is zo zorgzaam en ik heb een gevoel dat zij ook echt gewoon voor het hele groepje zorgt. Oh, je stopt prima, joh. Laat maar even. Ja. Genoeg. Laten we maar heel even. Ja, uien hebben we wel even genoeg. En na uren koken heeft Inge het eten klaar en zit iedereen aan een soort van traditionele Marokkaanse tagine. Ah. Hey, maar Iris. En ik ook meteen mijn lekker. Hoe voel jij je nu dan? Wat beter. Gelukkig. Ja. Wat had je eigenlijk? Iedereen is op. Ik werd ineens echt super duizelig. Ik kon het even niet meer aan. Ik stel mezelf teleur en ik stel ook mijn team teleur. En dat vind ik sowieso niet leuk om te doen. Je bent in het team en je wilt toch met je team ook verder gaan. Dag 2 in Marokko is gestart. Een tocht door een land met een vreemde taal en dito gewoontes. Daryl probeert een ontbijtje te regelen en komt erachter dat dat een beetje moeilijk is als je de Marokkaanse taal niet spreekt. Ik merk de chef.
Melk. Ja, melk. 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 Melk de chef. Melk. Drink. Ja, die drinkt melk de chef. Yeah. Over dit. De eerste nacht samen in de woestijn is voorbij. En sommigen moeten nog een beetje wennen aan de omstandigheden en aan elkaar. Ik heb gewoon een beetje gesnurkt. Ze hoort niet van mijn lieftallige collega survivalist. Dat klopt. Ik heb echt zo'n feestnacht gehad. Iris, de lichaam moet nog een beetje wennen aan het andere voedsel. En aan één kant, als ik die kant op draai, dan lig ik dicht met mijn hoofd bij John en die snurk. Als ik die kant omdraai, dan lig ik dicht bij die pronte, frisse kont van Iris. Waar een soort zwoele windjes uitkomen, zo nu en dan. Die heel erg stinken. Je voelt je beter? Ja, ik voel me beter. Als het vandaag niet lukt, dan wordt het helemaal niks meer. Dus ik ga er nu even helemaal tegenaan. Dus ik ben een beetje gaan rommelen met liggen. En uiteindelijk heb ik niet geslapen. Inge is alweer bezig met het ontbijt. En Robert vooral met de race. Want als je wil winnen, moet je altijd een stapje verder zijn. Wat zouden we gaan doen qua race? Ik ben toch wel benieuwd. We gaan gaan echt racen op zo'n quad, weet je? Nee, maar jullie gaan sowieso racen en wij doen het rustig aan en wij genieten van de omgeving. Nee, maar sowieso niet op een quad. Ik denk misschien wel dat we op een dromedaar of een kameel gaan of zo. Het is team Inge, dus ik zal mijn uiterste best moeten doen om de andere twee te motiveren. Nou, John lukt wel. Ervan uitgaan dat wij misschien een kracht bezitten die we nog niet ontdekt hebben. En vooral dat verschil in kracht baart Inge zorgen. Ik ben goed getraind, maar als zou ik voor de Olympische Spelen getraind zijn, dan nog verlies ik van iemand van 20. Dat is allemaal zo. Ja, maar Daryl die heeft gerookt, dus zijn binnenlichaam is een man van 60 ongeveer. Ja, ik wou dit zeggen. 68. Nee, maar ik denk, hij heeft tenslotte heeft hij verloren van een bijna 60er. Een sportieve 60er. De kandidaten maken zich klaar voor hun allereerste etappe. Ze reizen in het spoor van een eeuwenoude handelsroute. Die begint in Timbuktu en eindigt 400 kilometer verderop in het mysterieuze Marrakesh. Met een temperatuur van dik in de 40 graden wordt het kamp afgebroken en op de kamelen geladen. Nee, die knopen hoef je er niet af te halen. Je moet gewoon dit doen. Oh, dit gewoon zo. Hé, hey, kijk eens. Ja, Gabi, deze ga jij dragen, pik. Hé, voor jou. Oh, die dingen zijn echt heet. Ja, ik heb heel erg angst dat ik vandaag weer... dat ik gewoon weer helemaal in die zon helemaal weer niet goed ga voelen. Maar ik ga nu echt tot het uiterste, want ik kan mijn team echt niet in de steek laten. Yes. Gepakt? Ja. Ja. Luister, jullie gaan vandaag naar de zandduinen van Bouguerne. En het team dat daar als snelste aankomt, die wint een finale kaart. Ja? Dan heb ik hier twee routekaarten. Voor elk team één. Op de kaart staat de eerste route met coördinaten, zodat de teams weten hoe ze moeten lopen. Er is één zijweg op de route waar een strategische beloning wacht. Maar alleen het team Robert krijgt te horen wat die beloning is. Ik heb hier de kaart voor jullie. Alsjeblieft. Het kompas. Wauw. Er komt een kompas aan te pas. Waardoor we meteen ons weer enigszins als losers beschouwen. Want we denken, ja, Laura, die weet hoe je met een kompas moet omgaan. Laura? Ja? Alsjeblieft, jou wel bekend? Dit is een volstrekt oneerlijke competitie. Het is niet zo moeilijk om met een kompas te werken. Ik ben er al mee begonnen toen ik 8 was. Winnende team, deze route is voor jullie. Jullie hebben gisteren natuurlijk het snelste de tent opgezet, het beste de tent opgezet. Dus jullie hebben extra informatie. Alsjeblieft, Robert. Dank u. Jullie, team Inge, gaan als eerste beginnen. Ja? Succes! Het team dat het snelst zijn weg vindt in de woestijn, wint de race. En omdat de woestijn geen paden kent, moeten ze op kompas navigeren. Ah! En daarbij maakt het verschil in kracht dus niet zo gek veel uit. Zien we daar die heuvels? Die kant gaan we op. En precies waar deze kant. Yalla, yalla! Vol goede moed vertrekt team Inge. Ondanks dat ze niet weten wat de strategische beloning is.
is absoluut een nadeel dat wij niet weten wat de gunstigste route is. Het is gokken. Ja, we hebben 50% kans. Team Robert vertrekt een half uur later. Vanaf de start moeten de beide teams naar het eerste punt navigeren. En van hier gaat de route rechtdoor naar de finish. Maar op het zijpad wacht een beloning. Namelijk de mogelijkheid om van teamlid te wisselen. Ik bedenk me meteen van, nou, ik wil niet wisselen van teamlid, want we hebben gewoon een topteam. Maar ja, wissel van teamlid, dan lopen we dus het risico dat... Dat je de teamlid gaat kwijtraken, grap. Ja, of dat een van ons gewisseld wordt met de andere. Ik ben zeker heel blij met mijn team en ik zou het ook echt niet willen ruilen. Voor geen gouden staaf. Dus daarom denk ik, we blijven gewoon als één team, sterren. Team Robert kiest er dus voor om het zijpad lekker te laten voor wat het is. Kom, als jij nog eventjes één keer een kompascursus geeft. Zij is echt gewoon, zij survivalt gewoon op een kompas. Zij moet dat, daar is ze afhankelijk van. Dus zij is echt onze kompasprofessor. Dus in principe, wat moet ik dan nu in het spiegeltje zien? Je moet het rode streepje tussen die twee andere streepjes krijgen. Dat ding moet dus zo staan gewoon. Laura is een wandelend kompas, dus we vertrouwen haar ook gewoon volledig. En zij gaat ons gewoon de weg wijzen, dus geen probleem. Iris is door Johnny en Inge op de kameel gezet en doet haar best om ook gehoord te worden. Zit je goed? Ik zit wel oké, hij gaat niet zo snel. Hij staat nog wel op 249, hè? Nee, we hebben hem veranderd. We dachten, we gaan op eigen initiatief een andere route volgen. Even kijken hoe we zitten. Volgt Iris ons nog? Gaan weer. Ja. Team Inge is goed op weg. En team Robert vertrekt ook en hun tijd gaat nu lopen. Hey, ja, laten we gaan. Yalla, yalla. Het is wel echt veel fijner lopen dan met die backpacks. Zeg dat wel, hè? We komen nu op het hogere punt. Daar gaan we even kijken. Oké. Dit klopt. Ja? Die boompjes. Ja, Fluffy heeft de leiding. Maar dan ziet Iris iets in de verte. Hé, hey, Dat is helemaal niet bestaan. Wat is dat? Daar zit iemand. Moet je anders even naar die kaart kijken? Ik zei, ik zie daar iemand met een vlag. Maar Inge zegt, nee, Iris heeft totaal geen zin. Want de kompas zegt dat we die kant op moeten. Ja, nee, dat heeft geen zin om te bekijken wat dat is. Nou, ik ben dan iemand van, oké, als jij zo 100% zeker bent van je zaak, prima, dan doen we dat. Ik denk alleen, daar staat een vlag, maar Inge wilde daar niet heen. Ik zeg, ja, laten we daar nou maar wel heen gaan. Kijk, vanaf hier is het 2,49. Als we nu op 3,19 zetten, dan zijn we misschien ergens hier en dan klopt dat niet. Team Inge is naast de route terechtgekomen. Alleen ziet Inge dat zelf nog niet. Ik heb het idee dat iets is. Ik ben van nature loper. Johnny Walker, zoals Daryl zegt. Ja, maar dit is echt niks, hè? Dit heeft niks te maken met wat voor coördinaat dan ook. Ik denk wel een beetje, hup. Ik moet het goede voorbeeld geven, natuurlijk. Mannen zijn niet meer gewend om vrouwen de richting aan te wijzen. Maar ik nog wel. Komen! Ja, hè? Maar goed, John is zo slim en verstandig om toch even de richting in te gaan die Iris wijst. En dat blijkt inderdaad het punt te zijn waar wij naartoe moeten. Maar het klopt met geen enkele coördinaat. Nee, maar dat interesseert me niet. Hier zit hij. Ja. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Ah, hey, bienvenue. Ah, pas de gassou. Ah, oui, un peu. Trosho. Team Inge is aangekomen op het eerste punt waar de weg afbuigt. Nu moeten ze beslissen hoe ze verder gaan. Nemen ze zometeen de zijweg zonder te weten wat daar te vinden is, of niet? Het kan zijn als die detour nemen dat daar misschien ander vervoer op ons wacht. Maar misschien kunnen we hier fijn vervoer regelen. Als het niet zo is, dan hebben we ontzettend pech gehad. In ieder geval is het een korter stuk om daarachter te komen. Ja. Dan helemaal aan het eind, terwijl ons niets te wachten staat. Wat is hier? Op dat moment ben ik heilig van overtuigd. We moeten gewoon zo snel mogelijk zijn. We moeten naar het snelste eindpunt. Merci beaucoup. Welkom. Stel nou, als we dat niet doen, dat hier echt groot voordeel wacht. Ook als we naar de finish gaan, zijn we niet de snelste. Maar Johnny en Inge, die denken er anders over. Ik
zelf. Dit is 11. Dus 11 is naar de bosjes. Dus dan gaan we dus toch naar de bosjes. Maar we liepen net wel compleet verkeerde kant op, hè? En nou ja, ik ben dan, als 2 tegen 1 is, dan ben je in eentje. Dus dan heb je niet zoveel keus. Want ik denk, jij zit op de kameel en jij kan wat zien. Ja, maar ik. Ja, maar. Ik heb eigenlijk de andere 2 enigszins overgehaald om toch naar het andere punt te gaan. Inge en ik voelen ons verantwoordelijk voor haar. Ook omdat ze de jongste is. Ze woont nog thuis, is niet buiten Europa geweest. Niet dat wij nou woestijnratten zijn. Mag ik eens een keertje kijken? Ja. Nee, we moeten nou weten waar we heen moeten. Ergens, maar als ik zo op die kameel zit, kan ik het zien. Hallo, ja? Die kant is het op. Dus naar die eerste bosjes. Kijk nou, ik hou me helemaal recht. Dit is het. Als ze er allemaal aan gaan zitten, dan... Oké, we gaan jou volgen. Prima. Mag ik alsjeblieft een keertje kijken? 11 graden. Maar waarom willen jullie 11 graden? Dat omdat is naar het volgende punt. Oh, dat zegt hij. Oké. Nou, dit heeft geen zin. Dit duurt allemaal te lang. Nee. Kom op, we gaan die kant op. Team Robert vaart onder leiding van Laura, de kompasprofessor, recht op zijn doel af. Gaan we nog goed? Ja. Waar, ik heb hem. Inge loopt sowieso nooit zo door in dit tempo. Nee, Johnny ook niet, volgens mij. Johnny was wel redelijk fit, toch? Johnny was een. Ja, Johnny is wel fit. Maar weet je wat het is met Johnny? Die heeft er niet zoveel zin meer in door zijn teamgenoten. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja. Zijn spirit wordt opgefokt. Inge heeft haar zin doorgedrukt. Op naar de zijweg. En ze hopen daar een groot strategisch voordeel te vinden. Zie jij wat, Iris? Ja, ik zie daar een heel duidelijk weer hetzelfde als daar. Oké, jongens, 11 graden, we gaan zo. Recht zo die gaat. Daar is wat en daar is wat, hè? Als er ja, recht daar gaat, is onze meeting point, daar kunnen we wat verdienen. En daar is het eindpunt. Je zit lekker meloen te eten bovenop. Ja, als je aan het eten is, dan kan je dat niet bereiken, hoor. Nee, precies. Willen jullie niet op die kameel? We lopen nu prima. Oké, dankjewel. Jullie lopen prima, sorry. En jij zit prima. Bij team Robert lopen ze het punt waar de weg afbuigt naar het oosten voorbij. Hé. Hey. Ze willen ons nakken met die shit daar zo. Ze willen ons nakken. Op hun kaart staat Oase. Maar Daryl gelooft niet dat dat de plek is waar ze naar rechts moeten afslaan. En dus lopen ze gewoon door. En op een gegeven moment komen we al een mannetje tegen onder een parasol. Met 3 van die kannen. En wij denken van, dit kan toch niet de Oase? Dit is volgens mij een valstrik of zo. Dit kan niet kloppen. We hopen dat die anderen daar ook gestopt zijn met de gedachte dat dat de Oase is. Maar dat is niet zo. Dus wij denken, weet je wat, we lopen lekker door. Dus dit kan de Oase niet zijn. Lopen we nog goed, ja? Hey. Dit is echt gewoon de desert. Ja, man. Maar volgens mij, ja, we moeten een stukje naar rechts, volgens mij. Ik heb geen idee waar we naartoe lopen, jongens. Volgens mij moeten we meer naar links. Ja, volgens het kompas niet. Team Inge is van de route af, verdwaald en op zoek naar een herkenningspunt om de zijweg te kunnen nemen. En team Robert begint hier in de woestijn nattigheid te voelen. Ben je niet afgeweken? 2,49, ja, ik ben niet afgeweken. Hier, laten we gewoon naar de volgende heuvel lopen, oké? Maar misschien gaan we nu alleen maar verder, waardoor we helemaal fucked op gaan. Ja, maar ik heb het echt elke keer gecheckt. Ja, we zijn verkeerd. We moeten weer terug, jongens. Kom maar. We zijn scheidsagereindig. Op een gegeven moment hadden we zoiets van, weet je wat, we gaan gewoon omdraaien. Want blijkbaar was die oase, wat we niet voor een oase aanzagen, dat was waarschijnlijk wel de oase. Hey, dit is echt een bullshit, man. Hey! Kijk die oase dan, man. Wat een fucking kut oase, man. Alhaba, welkom. Welkom. Ja. Ze kwamen bij mij wat woordjes uit die onze lieve Heer niet ten harte neemt. Maar ja, ik ben gewoon fanatiek. En ik kan er niet tegen. Ik wil ook gewoon dat het goed loopt. Maar dit is echt een bullshit. Wat is dit, man? Ik vind het echt... Ga jij even zitten op die paard? Op die... kameel. Na 2 dingen gewonnen te hebben, dacht ik van, dan wil ik ook die kaart winnen. En dat gaat nu helemaal mis.
Robert mocht bepalen wie er in zijn team kwam en won daarmee ook het spel met de tenten. En streberig als hij is, wil hij ook deze race natuurlijk per se winnen. De zon is hetgene wat het allerzwaarst is. Het is, mensen denken misschien, oh, het is toch lekker weer daar. Maar ik weet echt niet hoeveel graden. Volgens mij is hier echt wel 45 graden. En dan denk je, oh, wanneer komt er een eind aan? Nou, ze komen in de buurt. Maar team Robert gaat door tot de laatste zweetdruppel. Team Inge is inmiddels bijna bij het einde van de zijweg waar die beloning wacht. What have we had here? Very important. When you see a green flag. Ja, de keuze voor dit zijpad stelt jullie in staat om een lid van het andere team te wisselen voor een lid van jullie eigen team. En die joker houdt in dat we gedurende het hele spel te alle tijden iemand van ons team kunnen uitruilen met het andere team. Ik wil dit helemaal niet doen, sorry. Ja, ik vind het hartstikke leuk om Laura te hebben voor jou in de plaats. Maar we zijn toch een team. Ik heb geen problemen mee als de joker voor mij wordt ingezet, nee hoor. Ik ben positief ingesteld en ik hou gewoon van een positieve vibe. En dat voel ik niet echt in mijn team waar ik nu in zit. Maar we hebben hier geen reet aan. Nee, dus lopen we niks. We hebben gewoon echt veel te ver gelopen. We weten niet of we dit willen. We vinden dit eigenlijk niet zo leuk. Zij is pissig. Want Inge wordt boos als de dingen niet zo gaan zoals Inge het in haar hoofd heeft. En wij nog denken dat we tijd zouden winnen. Ja, dat we het zelfs leuk zouden krijgen. Ik ben zo onwaarschijnlijk teleurgesteld. Want als we één iemand van ons team kunnen ruilen, wat is ons team dan? Beide teams zitten op het laatste stuk richting de finish en geven alles om de snelste tijd neer te zetten. Als we uiteindelijk bij het eindpunt komen, kwamen de zandduinen. En dan zak je weg en dan denk je, ja, de snelste weg is over het hoge duin. Maar dan laat ik er maar even eromheen gaan. En toen als een Fata Morgana staat daar opeens. Laura. Kom maar, want bij de allerlaatste ga ik de tijd pas stopzetten. La finis. Welkom. Kom even hier lekker in de schaduw staan. Echt schrikkelijk. Welkom. Hoe was het? Nou, morgen weer. Ja. Ja, ik hobbelde steeds een beetje achteraan. Ja. En ik zet de tijd stop. We komen bij een prachtige oase. Waar we met meloen ontvangen worden, met watermeloen, door Lauren. En we wachten op de rest. En team Robert geeft zijn laatste beetje energie om zo snel mogelijk over die streep te komen. Op een gegeven moment komen we dan na lang lopen, bloed, zweet en tranen komen we bij de finish aan. En dan zien we team Inge zien we al zitten met watermeloenetjes en noem maar op. Dus wij denken van shit, dat meen je niet. Dit is een oase, man. Ja, dit is inderdaad dat ik denk van oh ja. Hey. En we zijn arrivé. Gestopt. Tijd stop. Na uren lopen in de Sahara zijn team Robert en team Inge aangekomen in de zandduinen van Bouguerne. Ik neem ze mee naar een Bedouinenkamp om ze de uitslag van de race te vertellen. We belanden in een sprookje van 1001 nacht. Je komt echt op de plek als je denkt aan zo'n soort reis. De plek waar je wil zijn en waar je wil blijven. We zien het voor het eerst. Gezelligheid, kaarslicht, een tafel, een stoel, een schoon toilet. Zo, dit is wel 5 sterren. Het eindeloze lopen heeft de kandidaten uitgeput en de teams zijn uitgehongerd. Voordat we gaan eten, hebben we natuurlijk ook nog wat af te handelen. Niet onbelangrijk. We hebben een race gedaan. Ik heb hier de tijden en de allereerste finale kaart. Ja? Team Robert deed over de route 2 uur en 52 minuten. En doordat team Inge de zijweg nam, deden zij er bijna een uur langer over en kwamen ze na 3 uur en 47 minuten binnenpuffen. Dat wil zeggen dat het team van Robert gewonnen heeft.
En dan blijkt het toch gewoon tot onze verbazing dat we de race gewoon alsnog gewonnen hebben. Gewoon dat hun er gewoon een uur langer over hebben gedaan dan ons. Dat is gewoon... En daarmee hebben jullie Team Robert de allereerste finale kaart gewonnen. Ik ben heel blij dat ik gewonnen heb, het eerste stuk van de kaart, want dat is toch belangrijk. Het is ook een mentale klap dat zij nu 3 keer achter elkaar verloren hebben. Tot nu toe gaat het niet zo goed met het 50-plus team, want ze hebben nog niks gewonnen, toch? Yes. Hij lijkt klein, maar hij is o zo belangrijk voor jullie team om een stap dichter bij de overwinning te zijn. Ik ga hem er meteen in doen. We weten, dit hebben we ook niet gered. Maar ook begin ik iets strategischer te denken. Zij winnen de slag, wij winnen de oorlog. Voor vanavond is het even klaar. En morgen kom ik... Tomorrow is another day. Another day, maar niet zomaar een dag, want ik heb nog een hele grote verrassing voor jullie. Maar dat komt morgen. Zes kandidaten die denken dat ze in petit comité deze hele reis gaan afleggen. Maar niks petit comité. Er staan namelijk nog 2 mensen klaar die heel graag deze tocht willen gaan maken. En het team dat gisteren gewonnen heeft, die mag vandaag als eerste zijn teamlid kiezen. En dat betekent dat Team Robert kan kiezen tussen Ron Boshart, de altijd vrolijke toerspresentator van onder andere Zep Sport. Ik ga mijn schrikkelijke stekel de best doen om in ieder geval te laten zien dat ik geen verkeerde keus ben. Want dat zou ik wel heel vervelend vinden. En de Marokkaanse acteur Mimoun Ouled Radi, die furore maakte in de speelfilm Shouf Shouf Habibi. Hij spreekt taal en is knalfanatiek. Ik kan niet goed tegen mijn verlies. Of zoals Jimmy Connors ooit heeft gezegd. Het is niet dat ik zo gek ben op winnen, maar ik heb gewoon een bloedhekel aan verliezen. Goedemorgen. Bonjour. Hey. Dachten jullie dat wij met z'n zessen deze tocht gingen maken? Wij hadden niet het idee dat wij voor altijd met z'n zessen ook zouden blijven. En toen we hoorden dat jij een verrassing had, toen begonnen wij natuurlijk allemaal dingen te denken. Oké. Mag ik aan jullie voorstellen? Ron en Mimoun! Ja. We zijn als Barça. Nou, daar zijn ze dan. Het team van Robert heeft gewonnen gisteren. Dat wil zeggen dat jullie een keuze mogen maken uit deze 2 heren. Oké, dan wil ik aan het winnende team vragen of jullie even willen gaan overleggen met elkaar. En dan zie ik jullie zo meteen hier terug. Oké. Top. Tot zo. Kijk, weet je wat het is? Ik ken Mimoun, ken ik goed. Mimoun, die is een topper, hè? Hij rijdt op een scooter in Amsterdam en zo. En hij is niet, ik denk niet, hij is niet heel erg sportief. Ron daarentegen presenteert sportprogramma's voor kinderen en zo met voetballers en zo. En is wel sportief en is wel een sporter. Ik sport niet. Heb je me wel eens zien sporten? Ik sport niet. Ik denk dat het voor ons beter is om Ron te nemen. Want Mimoun gaat ophouden. Het enige wat ik dan weer denk, is dat we dan wel weer met 4 non-Marokkaans sprekende mensen zitten. Zo, dat duurde lang. Hebben jullie getwijfeld? Even een en ander overwegen, hè? Ja. Team Robert, wie gaan jullie kiezen? Nou, ik zal het... Kijk, ja, het zijn allebei sterke mannen, maar ik weet dat Ron die doet veel met sport natuurlijk. En wie kan er ook goed met mensen omgaan? En uiteindelijk zijn we uitgekomen bij Ron. Dus ik denk dat je hier met handen en voeten en dat je ook al heel ver komt en dat je niet per se de taal hoeft te spreken. Ja. Wat veel van je verwacht, je hoort het, hè, van de captain. Mimoun. Maar wij zijn heel blij met Mimoun. Ja, ik ben ook heel blij met jullie. Oké, jongens. Neem de nieuwe teamleden mee naar jullie tent. Zorg dat ze hun spullen daar neer kunnen leggen. Masseer hun schouders, leg ze in de watten. Veel succes. Volgende week.
week in Atlas komt nieuwkomer Mimoen meteen hard in aanvaring met Inge. Mimoen vindt het, denk ik, heel erg ingewikkeld om iets van vrouwen aan te nemen. Hallo, we zitten hier zo uit het team. Ja, wist ik. Trok het niet. Ik ben echt goed in mensen zoals Inge gewoon echt kapot maken. En de teams gaan ver in hun gevecht met de duinen. Maar dat is nog peanuts vergeleken met de race door de woestijn. Het is een kwestie van minuten. Daar moet je die kameel op schieten. Ja, omdat ik gek van jullie word. En er komen weer twee bijzondere nieuwe spelers in het spel. Dat is gewoon een pornstar.